Tegenwoordig na wedstrijden van PSV, als ik in de mixzone ben, dan zie ik tegenstanders een beetje gelaten reageren op de nederlaag. En verklaren dat ze geen moment het idee hebben gehad dat ze echt hier de punten konden pakken tegen PSV. Wat moet ik daar nou van denken? Dat is onze verdienste, toch? Ja. Nee, ik heb het net ook al gezegd, we staan goed en we geven heel weinig weg. En ja, wij weten dat we eigenlijk al te scoren. Ja. Ja, jullie moeten naar NEC, jullie moeten naar FC Utrecht. Dan denk ik, dat wordt een lastige uitwedstrijd. Jullie moeten naar FC Groningen. En dan denk ik met die wedstrijd in het achterhoofd van... het zal wel weer een 0-2 of een 0-3 worden. En dat gebeurt er inderdaad. Ja, zo constant zijn we op dit moment. En dat is goed om te zien. En zo moeten we nog 8 of 9 wedstrijden door. Ja. Ja, het mes snijdt aan 2 kanten. Jullie worden steeds zelfverzekerder. De tegenstanders krijgen steeds meer het gevoel van nou, tegen dit PSV valt weinig te halen, lijkt het. Ja, dat is toch goed? Ja, dan moeten we hebben. Als ze zo naar ons te komen, dan is dat prima. Ja, had je dat gevoel vandaag ook op het veld, zeker na die 0-1, dat er eigenlijk niks meer kon gebeuren? Toen kwamen we wel iets onder druk en wat corners weggeven, maar echt kansen niet. En dat is op dit moment een heel sterk punt van ons, ja. Ja, en een heel goed punt is dat er gescoord wordt, dat de nul gehouden wordt en dat een van die 3 doelpunten een beauty was, die van jou. Die tweede, ja, de fantastische aanval denk ik, van links gelijk naar rechts en ik raakte hem perfect. Ja. Ja, is dat doelpunt een beetje symbolisch voor de mate waarin jij op dit moment verkeert qua vorm? Want het gaat niet slecht om het maar een eufemisme te gebruiken. Nee, en zo gaat eigenlijk het hele seizoen al. Dus ik ben tot nu toe tevreden en we gaan gewoon zo door. Ja. Ja, er zijn PSV-supporters die hoopten dat jij in de slotfase nog een gele kaart zou krijgen. Raar, hè? Nee, ja. Daar speel ik al 6 wedstrijden mee. Dus daar gaan we gewoon nog even mee door, ja. Ja, want hierna Heerenveen en dan de wedstrijd tegen Ajax. Ja, jullie blijven je punten pakken. Als Ajax dat ook doet, dan moet dat het sleutelduel gaan worden. Gaat het dat ook worden? Ja, dat moet je achteraf zien, denk ik. Maar daarna komen nog zoveel wedstrijden. En, wat ik zeg, ik kan me niet voorstellen dat we allebei helemaal geen punten meer spelen. Nee. Het enige wat ik me wel kan voorstellen is dat je volgende week tegen Heerenveen wel een beetje in je achterhoofd hebt van ik sta op scherp en nu moet ik die kaart niet pakken. Ja, wat ik zeg, zo speel ik al 6 wedstrijden. Dus. Ja, maar dan is het de wedstrijd erop Ajax en die moet je natuurlijk niet missen. Nee, dat klopt. Ja.